Nou, Daniel is een soort van duizendpoot. Want hij zit niet alleen, of hij zat niet alleen in de Voice. Het is jammer dat hij er niet meer in zit. Vinden jullie dat ook? Ja! Want die gast die had het wel verdiend hoor. Hij zingt de Sterren van de Hemel, hij speelt ook de Sterren van de Hemel. En hij is ook nog een keertje een soort van kunstenaar met een diabolo. Hij, volgens mij kan hij ook op zijn kop staan en de vijf rondjes draaien. Die jongen kan een beetje alles. Maar ook vooral inderdaad heel erg mooi muziek maken. En dat gaat hij nu doen. De nummer is voor hem geschreven, want hij is ook een beetje een pianoman. Dankjewel guys. Ik ga nog heel even kort iets zeggen over dit nummer. Ik lig inmiddels uit inderdaad, tweede live show helaas. En voor de derde live show was dit nummer ingepland. Dus ik vind het heel jammer dat ik hem niet heb mogen spelen op tv, maar dan doe ik het voor jullie. Yeah! On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Drinks for free, and he's quick with a joke or a light of your smoke, but there's some place that he'd rather be. He said, "Dad, I believe this is killing me," as his smile ran away from his face. Yes, I'm sure that I could be a movie star when I could get out of this place. Yes.